Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik nieuwe Milani make-up uitproberen. Ik zag heel groot staan op de Pussy Shop website. Nieuwe Milani collectie, dus ik heb gelijk erop geklikt. Het is niet heel veel, het zijn 4 producten. Er zat ook een lippenbalmpje bij, maar die heb ik niet besteld. Want ja, dat leek mij niet echt iets om echt te laten zien aan jullie. Maar de rest heb ik wel gekocht. Ik heb volgens mij in mijn 3 jaar hier op YouTube nog nooit echt per se Milani make-up uitgeprobeerd. Dus it's gonna be a first. Ik ga ook de make-up er de hele dag op laten om te zien of het ook echt de hele dag volhoudt. Daar ben ik ook echt heel erg benieuwd naar. Dus vind je het zoals altijd nu al leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, het is allemaal make-up voor op mijn gezicht. Dus ik ga gewoon beginnen met mijn gezicht, obvious. En ik ga beginnen met primer, want we hebben ook een nieuwe Milani primer. Ik vind de Milani verpakkingen altijd echt zo mooi. Het is een semi-betaalbaar merk. Officieel is Milani, hoort het nog bij de betaalbare brands. Maar het is wel een beetje in de hogere klasse qua betaalbaar. Dus het is niet super goedkoop. De primer die ik ga proberen is de Milani Rose Primer. Kijk hoe mooi die verpakking is. Als de camera wil focussen, zou fijn zijn. Ja. Door de belichting kun je het niet heel goed zien. Maar het is zo mooi lichtroze. Echt een prachtige luxe verpakking, ondanks dat de prijs niet heel luxe is. Het is een licht gewicht primer, dat is altijd fijn. Je voelt het dan niet goed zitten op je gezicht. Het hydrateert, het verlicht en het plumps. Dus dat houdt in dat het je gezicht een beetje zo strakker maakt. Er zit hyaluronic acid in. Dat is altijd heel fijn, dat voedt je huid met vocht. En vitamine B5 en niacinamide of zoiets. Niacinamide. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik weet goed niet wat het is. En er zit een all natural rose oil in. En rose stem cells. Dus vandaar de rose primer. Nou, dat is allemaal top. Er staat ook op wat het zou moeten doen. Er staat op dat het je gezicht egaal moet maken. Dat het lichte rimpeltjes vervaagt. En dat het ook je poriën vervaagt. Dus dat is top. Ik ga hem proberen. Ik ben benieuwd of je ook een rose geur heeft. Oeh, hij is zo licht roze. Ik ga hem gewoon aanbrengen over mijn hele gezicht. Hij ruikt heel lekker. Het is niet een hele heftige geur, godzijdank. Het is gewoon een heel lichte geur die je niet echt per se gelijk ruikt. Maar het is wel een hele aangename geur. Hij bracht fijn aan op mijn gezicht. Ik breng nog even iets meer hier aan. Oeh, mensen, I like it. Het doet echt wat hij zegt dat hij doet. Het maakt mijn gezicht hier echt mooi egaal. En mooi smooth. Het plakt ook een beetje. Waardoor de rest van de make-up langer beter goed blijft zitten. Langer beter goed. Oké, tot nu toe aangenaam verrast. I love it. Dan ga ik verder met de hoofdact van vandaag. En dat is de Milani Screen Queen Foundation. Deze is dus nieuw. 20 euro. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb in de kleur 340. Ik heb die echt online gekocht, want ze hadden echt veel kleuren. Dat is natuurlijk heel positief, maar ik wist niet precies welke kleur ik zou hebben. Maar ik denk dat ik het wel goed heb gegokt. Dit is een naturel skin finish foundation. Dus het heeft gewoon een naturel finish. Er staat ook dat hij mooi glanst. Dat vind ik altijd fijn, want ik heb een normale tot droge huid. Dus ik hou niet per se heel erg van mat. En het heeft een lichte tot medium dekking. Dus het heeft geen volledige dekking. Dus als jij veel acne hebt, puisten die je allemaal wilt bedekken, dan gaat dit al niks zijn voor jou. Dit is echt voor de mensen die gewoon een everyday naturel finish willen. En long wear, dus dat die lang blijft zitten op mijn huid. Ik heb al 2 video's hierover gezien. Eén meisje was er niet zo happy mee. En de andere had uiteindelijk niet echt meer verteld wat ze er nou echt van vond. Maar volgens mij vond het oké. Ik denk dat als ze hem niet goed vindt, ze dat wel echt zo had gezegd. En ook een belangrijk aspect hieraan. Hij heet niet voor niks Screen Queen. Want er zit hier iets in wat jouw gezicht, jouw huid beschermt tegen blue light. Dus blauw licht. En dat is dus je phone, het licht wat hiervan afkomt, die stralingen, of hoe ik het ook moet noemen, dat het je gezicht daarvoor beschermt. Ook voor al mijn lampen hier, die hebben ook allemaal blauw licht. Dat is allemaal niet echt heel goed voor je huid. En deze zou dus jouw huid daarvoor een beetje moeten beschermen. Nou, dat is helemaal top. Hij is dus 20 euro. Er zit 30 milliliter in. Dat is gewoon een normale hoeveelheid. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben normaal niet echt van de naturel finish. Ga ik heel eerlijk in zijn. Ik hou altijd wel van iets wat echt gewoon volledig dekt. Maar dit zou ook wel handig kunnen zijn gewoon voor every day. Dus ik ga hem gewoon aanbrengen met mijn spons. Wow, ik denk dat ik de kleur echt perfect heb gegokt. Ja, want ik heb nou ook gebruind. Ik bruin altijd. Dus ik heb gewoon de kleur gepakt die mijn kleur is wanneer ik heb gebruind. En dit is echt perfect. Go Saba! Ik baal echt altijd enorm wanneer ik de verkeerde kleur bestel. Want ik ga echt niet weer opnieuw 20 euro betalen.
Nou, ik heb hem helemaal aangebracht. Het is heel mooi smooth. Het glanst ook echt. Het heeft inderdaad echt een lichtgewicht natural finish. Het dekt inderdaad niet heel veel. Ik zie al mijn moedervlekken er gewoon helemaal doorheen. Dat is niet iets slechts of zo. Dat is gewoon wat de finish is. Dus ik denk dat dit echt ideaal gaat zijn voor echt een everyday look. Als je gewoon naar school gaat, naar je werk, dat soort dingen. Dus dit is in principe wel iets wat ik zou dragen. Hij is ook gewoon mooi smooth. Hij brengt fijn aan. I love it. Ik ben ook echt geblest met godzijdank een hele egale huid. Dus ik heb niet heel veel wat ik zou moeten bedekken. Dus op mij is hij echt mooi. I like it. Er staat ook op long wear. Dus hij zou de hele dag goed lang moeten blijven zitten. Dus ik ga ook de make-up er vandaag de hele dag oplaten. En dan kom ik aan het einde van de dag weer terug bij jullie om te laten zien hoe het er nog op zit en wat ik ervan vind. Maar voor nu ben ik echt wel impressed. Ik vind hem heel mooi. Heel, heel mooi smooth. Ik heb nog twee producten die nieuw zijn, waarvan de volgende een highlighter gaat zijn. Daar ben ik ook heel enthousiast over. Dus ik ga heel even de rest van mijn gezicht afmaken en dan kom ik weer zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Wat heb ik gedaan? Concealer, poeder, contour, mijn neus en hier bij mijn wangen, bronzer en blush en that's it. Voor de rest moet ik nog de rest doen, obvious, zoals je kunt zien. Volgende is de Milani Baked Highlighter. Ze hebben hem ook echt in een aantal kleuren. Kijk ook die verpakking, hoe mooi en luxe, zo mooi goud en zo. Echt, I love it. En het is dus echt baked en baked is altijd heel mooi glans, daar hou ik van. En ik heb de kleur 120 Champagne. En oh my god, ik had hem al geswatcht een beetje toen ik hem binnenkreeg. Dit is zo mooi goud. Ik hoop ook echt dat hij mooi gaat zijn op mijn gezicht. Ik heb hoge verwachtingen, want ik heb het gevoel dat hij echt geweldig gaat zijn. Dus ik hoop dat hij dat ook echt gaat zijn. Dus ik ga hem aanbrengen hier bij mijn jukbeenderen. Een beetje hier, een beetje op mijn neus. Een beetje die standaard plekken. De kwast die ik gebruik is van Morphe, de R36. En ik maak mijn kwast niet nat. Ik ga gewoon gelijk zo erin. Hij is ook lekker groot, dus hij gaat lekker lang mee. En dan breng ik hem gewoon hier aan. Oh ja, 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 ja. Prachtig. Wat, wauw. Zien we deze mooie gouden glow. Ja, dit is echt heel mooi. Het is ook wel echt heftig. Mensen die niet te houden van heftig gaan nooit voor baked. Als er staat baked, dan weet je al oké. Het is heftig. Oh, I love it. Ik doe ook altijd een heel klein beetje hier, maar echt maar een heel klein beetje. En dan ook nog altijd zo op mijn neus hier een puntje. Dan doe ik ook altijd zo hier. Dan blend ik het een beetje naar beneden. En dan blend ik het uit zo met mijn vinger door erop te deppen en een beetje te vegen. Anders is het echt way too heftig. Dan als laatste een spray. Ik ga dus even heel mijn gezicht afmaken. Dus mijn ogen en alles. En dan kom ik zo terug en dan gaan we de spray uitproberen. Oké, daar ben ik weer. Ik heb me verder helemaal opgemaakt. Ik heb een beetje een groene halo eye gemaakt met glitters. De lipstick die ik op heb is Kat Von D Beauty. En dan de kleur Lolita. Een matte liquid lipstick. Deze look komt op mijn Instagram. Dus als het goed is, staat hij er al op. En als het er nog niet op staat, dan komt hij er nog op. Dus volg mij ook vooral daar voor al mijn make-up looks. Oké, dan heb ik nog één Milani product die ik ga gebruiken. En dat is de Milani Rose Water. Dus deze ga ik ook nog sprayen op mijn gezicht. Ook weer zo'n prachtige licht roze verpakking. Dit is dus een prep plus refresh spray. Ik gebruik hem nu pas na mijn make-up. Maar je kunt hem ook voor je make-up gebruiken. Dat staat ook allemaal zo hierop. Ik vind het handig dat alles gewoon op de verpakking staat. Dat is niet altijd zo. En er staat op dat ook hier Rose Essentials in zitten. Oil, Babassu Oil of zoiets. Aloe Vera, dat zijn allemaal goede ingrediënten. En er staat op dat het je gezicht hydrateert. Je kunt het gebruiken als prep, dus voordat je je make-up opdoet om je gezicht een beetje te plampen. Of je gebruikt het erna als refreshing spray. En dan refresh je gewoon bij je gezicht. Als het een beetje dof wordt of wat erger, dan wordt alles weer een beetje opnieuw gerefreshed. En ziet alles er weer beter uit. Je kunt hem ook meebrengen in je tas. En dan gewoon door de dag heen even sprayen als je even een oppeppertje moet hebben. Dus deze ga ik even opsprayen. Hij heeft niet echt een hele heftige geur. Ik spray echt altijd belachelijk veel. Hij ruikt lekker. Ook weer zo die rose geur. Hij voelt heel prettig aan. De geur is niet too much. Hij sprayt fijn. Ik zie ook echt dat hij mijn gezicht refreshed. Hij maakt alles mooi in elkaar geblend. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij voelt ook lekker cool aan. Dus deze vind ik tot nu toe ook fijn. Tot nu toe vind ik gewoon alles top, jongens. Oké, dit is dan hoe alles er nou uitziet. Gewoon prima. Mijn gezicht is alleen absoluut niet volledig gedekt, jongens. Dus let daarop, hè. Het is echt een naturel finish foundation. Ik heb hier een beetje glitters. Dat komt door die glitters die ik op mijn
oog heb. Hij doet mij een beetje denken aan de Benefit Hello Happy. Die heeft ook een lichte tot medium finish. En deze is echt top. Hij kost alleen wel 10 euro meer. 30 euro. En de andere is 20 euro. Dus ik hoop dat die even goed gaat zijn als die van Benefit. Want dat scheelt je weer mooi 10 euro. Maar deze echt geweldig. Blijft inderdaad echt mooi lang zitten. I love it. Dus ja, we gaan het zien. Voor nu is het dus helemaal klaar. Even dit eraf halen. Oeh, mijn haar is vandaag lekker bol. I love it. Even kijken. Het is nou 9:15. Het is nog lekker vroeg in de ochtend. Mensen, ik ben echt een ochtendpersoon. Ik sta altijd super vroeg op en ik doe ook altijd alles in de ochtend. Het is dus nou 10 uur. Dus ik heb echt een volledige dag om de make-up te gaan dragen. Ik ga straks ook een uurtje wandelen buiten in de duinen. Want het is vandaag best wel mooi weer volgens mij. En ja, ik ben dus echt heel benieuwd hoe dit zich allemaal gaat vasthouden op mijn gezicht. Maar voor nu vind ik echt letterlijk elk product gewoon top. Dus we gaan zien. Ik zie jullie straks weer. Doedels! Oké, mensen, hier nog heel even snel hoe het gewoon is in normaal licht in plaats in mijn beautylicht. Ik zit nou gewoon in mijn auto. En dit is nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Ik film dit met mijn phone, dus er is geen filter of zo, helemaal niks. Het ziet er echt allemaal top uit. Zien we dit? Dus ik hoop dat het gewoon zo blijft. Ik ga nou naar de duinen een uur wandelen. Tot straks! Daar ben ik weer. Ik sta nu in mijn badkamer. Het is nu een aantal uur verder. Het is nu 6:30. Kijk hier. Ik vlog dit weer met mijn phone. Dus vandaar dat ik het via hier moet laten zien. De foundation zit nog helemaal goed. Of ja, helemaal goed. Gewoon goed zoals normaal andere ogen zitten. Er is niks waarvan ik denk, oh, dat vind ik wel echt minder. Hier beneden bij mijn kin is het er een beetje afgegaan. Maar dat komt door mezelf. Omdat ik heel de tijd zo zit en zo. Dus dit komt echt gewoon door mij. Dat heb ik vaker. Ik heb ook wel eens dat het er bij mijn neus helemaal afgaat. En dat doet hij ook niet. Dus... ja, ik keur hem echt zeker goed. Ik snap niet waarom die ene meid hem niks vond. Misschien omdat zij heeft volgens mij een beetje een vettige huid. Ik heb een normale tot droge huid. Op mijn huid blijft hij helemaal goed zitten. Ik weet niet in hoeverre hij stand zal houden op een vettige huid. Maar ja, dat kan ik dus niet proberen, obvious. Maar voor mijn huid, hij blijft gewoon prima zitten. Ik heb by the way 2 uur gewandeld. Dus niet 1 uur, maar 2 uur buiten. En er was echt veel wind en zo. Dus hij heeft het een en ander moeten doorstaan. Maar ik vind het zeker goed. Oh, ik hou mijn hand ervoor. De glow zit er ook nog. Het is er wel een beetje vanaf, vooral hier. Maar dat komt ook omdat ik net zo lang op bed. Maar de glow zit ook nog goed. De fixing spray vind ik ook fijn. De primer vind ik ook fijn. Dus ja, mensen. Oh mijn god. Ik denk echt gewoon dat ik gewoon de hele collectie gewoon goedkeur. Ik ga het obvious zeker nog vaker gebruiken. Vandaag is het pas een first impression. Maar als een first impression heb ik al een hele goede eerste indruk. Dus ja, mensen, I like it. Ik denk ook gewoon dat je het allemaal wel goed kunt zien op beeld. Ja, I love it. Dus de hele collectie goedgekeurd. Ik vind alles fijn. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld. Je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!